En jij daar, ja jij. Ik heb vandaag voor jou de oplossing gevonden hoe jij van die fucking processiedumps af gaat komen. Want iedereen, echt iedereen in Nederland heeft er last van volgens mij. Volgens mij ook een beetje België als je uit België komt. Kom je uit België? Thank you. We gaan het vandaag hebben over de processierups. En waarschijnlijk heb je het wel gemerkt, ze zitten echt fucking overal. Zoals bij mij in de tuin zaten ze laatst, maar ja, die zijn nu weg gelukkig. Nou zat ik dus even in mijn vrije tijd te koekeloeren op het geweldige internet. Kijk hier, YouTube. Wat een geweldige site is dat. En zoals je ziet, ik heb hier Atti ingetypt. En wat gebeurt er als je Atti intypt? Dan kom je bij de volgende video. Atti69 uit Enschede, maar korte metten met jeukrups. Leer ze mores met de verfbrander. Deze vrouw heeft namelijk een middel gevonden om van die processierupsen af te komen. En wij gaan naar deze geweldige video kijken. En wellicht dat we er nog wat van opschieten ook. Want ja, je wilt er denk ik ook wel een keer van af zijn van die kutbeesten, hè? En we gaan beginnen in 3, 2, 1. Let's go, Atti! Erg dood. Zo, die heeft de zin in volgens mij. Ha! Erg dood, erg dood. Ja, die linten zie je ook echt overal. En ja, dat is echt kenmerkend van de processierups. Een of ander, ja, wat noem ik het? Het lijkt echt een vies tasje. Holy fuck. Oké, wacht even. Die mevrouw, die vrouw, of Atti in dit geval, die schiet met een mooi pistooltje. Schiet zo, een beetje hittestraal of zo, wat komt er vanaf? Hitte komt er vanaf. En dan schiet het op die beesten, op zo'n nest. Maar het is toch zo dat als je binnen 2 meter dichterbij komt, dat je dan al flink al wat van die, ja, wat noemen, van die haren op je krijgt. En ja, daar heb je er al last van. Maar dat vrouwtje ziet er nog best wel ongedeerd uit, zo te zien. Ze staat wel lekker gebukt, ze staat zo, oh, ik ga ze eens even lekker doodmaken. Leer ze mores. Oké. Okay. 600... is dus de temperatuur die nodig is 600 graden. Om het beest met huid en haar te verbranden. En dat haalt 600. Die strimmer. Maar allerlei andere dingen, een open vuurtje, haalt geen 600 en andere dingen ook niet. Door die 600... Het is gewoon een fucking chemicus ook nog. What the fuck? Waar is die Atti in mijn leven? 100 graden kan dat. Want die beesten die zijn zo druk met verbranden. Die hebben geen tijd om haren af te schieten, mijns inziens. Is dat zo? Want het zijn niet die lange haren die het hem doen, maar hele kleintjes van 0,2 millimeter of zo. Die doen het. Maar die gaan ook naar de Filistijnen, zullen we maar zeggen. Helemaal naar de Filistijnen. Het is dus zo dat als die beesten in een fik worden gezet, met 600 graden Celsius, dat vrij pittig heet, nou, dan gaan ze blijkbaar dood. Ik kijk trouwens even naar de achtergrond. En als ik het zo zie, dan lijkt het me dat het nog best wel bij mij in de buurt is trouwens. Volgens mij is het in Enschede opgenomen. Dit vrouwtje komt ook in Enschede, dus Atti, ben je in de buurt? Kom een keertje langs, kom even een kopje koffie doen. Misschien kan je, mijn huis veilig maken tegen die processierups. Dat zou ik heel erg fijn vinden, ja. Yes. Let's go. En ja, dat is... dit is echt een donderstraal. Ik ben ook een donderstraal, maar... Oh, het is een donderstraal, hoor. Even naar het stroom komen. Rotbeest. Steek gewoon de middelvinger op. Je kunt iemand niet het weg, recht jongen. Op zelfverdediging ontzeggen. Wat? Het is toch ook een recht. Wat zegt ze nou? Zelfverdediging. Ik zie het al voor me. Dat is fucking rupst. Daar, motherfucker. En uiteindelijk was ze. Ik ga je boord doorschieten met zo'n 600 graden pistooltje. Fucking zelfverdediging, jongens. What the fuck. Echt om jezelf te verdedigen, want die beesten, daar kun je allergisch voor worden. Ze kunnen in je longen terechtkomen, ze kunnen in je ogen overal terechtkomen. Dat kan je niet over je kant laten gaan. Kijk haar dan ook gewoon met een stokje. Daar zitten ze. De klootzak. De klootzak. Ja, komen jullie maar. Ik moet eigenlijk een groter stokje hebben. Ja, volgens mij heb je niet alleen een groter stokje daarvoor nodig, of wel? Oh! Wel. Kijk eens. Oh, het ziet er echt zo naar uit. Ook. Ze knappen. Ah, bah. Kom eens hier, loeders. Loeders. Ja. Wat hebben die zich goed beschermd? Beter dit dan een open vlam, want dit kan je uitzetten wanneer je wilt. Je kunt het met één beweging wegrichten. Want die bomen, die boom van mij heeft helemaal geen schade, niks. Dat is prima met die boom. Maar je moet... Desondanks dus de rupsen zo dood worden gemaakt met 600 graden. What the fuck?
Kan dit gewoon zonder dat een boom beschadigd raakt? Nou, dat moeten we nog maar even op lange termijn gaan zien. Het is toch echt wel bizar. Hoe zo'n oud vrouwtje van 69. Ja, ik heb niks te doen meer. Ik zit toch op mijn pensioen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon elke dag, elke boom langs op zoek naar processierups. En ik ga ze allemaal afmaken. Hier komt in ieder geval geen eigen processierups meer uit. Afgelopen met het gedonder. Nou trap ik de hele boel nog even. Stap hem ook neer. Even doortrappen. Filistijnen. En dan is er al helemaal geen levend beest meer over. Kom er jullie maar, jongens. Atte jongen. Holy fuck. Doe je me aan. Vanuit de gemeente heb je de plicht om je inwoners daarmee te helpen. Nou, als je die plicht verzaakt, ja, dan is het zo van dat je toch ja, power to the people zou power to the people zijn. Jongens, power, yeah. power to the people. I'll be back to kids om ik process syrups that you know it. Zo, kijk, wegnest. Volgende patiënt. Atti, dankjewel voor deze geweldige video. Jij maakt Enschede en leefomgeving met de dag veiliger. Ja, ik als inwoner van Enschede ben trots op wat jij hier hebt gedaan. Dat jij mijn leefomgeving veilig maakt. Die afspraak voor een kopje koffie, je weet me te vinden, Atti. Vond je dit toch een korte, maar toch leuke video? Doe dan even de duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op What You Jigga. En druk even op het belletje. Wil je eigenlijk nog even een bel hebben liggen, dat ik hem gewoon aan het eind van de video gewoon kan laten rinkelen. Een droom en passie. Maar bedankt voor het kijken. En dus tot de volgende keer. Later.